Hi Ram, leuk dat je kijkt naar de korte weekhoroscoop van Amandala. En deze week is het voor week nummer 29. En dat is van maandag 13 juli tot en met zondag 19 juli. Ik zal de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het alsof deze week een week is waarin je een beetje lastig op gang komt. Je ervaart iets als een beetje moeilijk. En ik zeg ook expres ervaart, want ik heb het idee dat het op zich wel iets is wat te overzien is. Maar het is vooral een gevoel dat bij jou speelt. Hè? Het voelt even niet lekker. Misschien moet je dingen wat uitspreken. Of misschien moet je dingen juist onder ogen zien. Maar het is eventjes een stukje wat een beetje drukt. Ik heb wel het idee dat het een stukje is waar je voor jezelf bij gaat kijken naar je verleden, waar je dingen uit kunt halen, uit kunt putten en ervaringen kunt delen. En op het moment dat je daar op die manier naar kijkt, en op het moment dat je het dus meer gaat delen met andere mensen, dus ik bedoel daarmee echt uitspreken of in ieder geval iets aangeven, misschien zelfs wat bij de persoon zelf aangeven of de situatie gewoon bespreekbaar maken, wordt het eigenlijk ineens een stuk luchtiger. En heb ik ook het idee dat je dan eigenlijk denkt bij jezelf, ja, zo kan ik er natuurlijk ook naar kijken, zo kan ik er gewoon mee doorgaan. En dat geeft weer een stuk rust. En dan zul je merken dat eigenlijk dat stukje wat zo zwaar voelde, ineens er niet meer bestaat. Terwijl de situatie er gewoon nog wel is. Maar het is ineens een bepaalde verandering heeft er plaatsgevonden. En dat geeft gewoon rust en vrijheid en blijheid. Want vooral die vrolijkheid, dat is absoluut iets wat erop volgt. Dit was weer de korte weekhoroscoop. Ik wil natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. Ik wens je sowieso een super fijne week.